Het is vrijdag 9 november 1923, als op een zonnige maar koude novemberdag rond half zes middags Aniek Germain Mathilde geboren wordt. Dat gebeurt thuis op de Reguliersgracht 19 in Amsterdam, waar vader Jan en moeder Germaine sinds een goed jaar wonen. Vader Jan van Hardeveld uit Amsterdam is een ondernemende en reislustige man. Voordat Annick geboren wordt, studeert hij onder meer in Brussel en werkt als zelfstandig architect in Amsterdam. In 1920 ontmoet hij Germain Bertin uit Bretagne. Ze worden verliefd. Zijn man is katholiek en Jan protestant. Ondanks grote bezwaren van zijn familie wordt Jan katholiek en trouwt eind december 1922. Ze vestigen zich in Amsterdam, waar hun dochtertje wordt geboren. De eerste jaren wordt er thuis vooral Frans gesproken. Als Anniek naar school gaat, moet ze nog hard aan haar Nederlands werken. Als ze bijna vier jaar is, komt er een broertje bij. Jan-Emile wordt geboren op 17 september 1927. Anniek is er maar wat blij mee. In september 1930 gaat ze naar de lagere school. Na een wat moeizame start gaat het al snel beter. Ze verhuizen in 1931 naar de Van Bree 120, net om de hoek van school. In datzelfde jaar doet ze haar eerste Heilige Communie. In de klas is Anniek vlijtig, maar. Hetgeen ze thuis moet leren gebeurt zo goed als nooit. Daardoor zijn haar punten voor catechismus en geschiedenis zo laag. Schrijft de leerkracht in haar rapport. Na de derde klas gaat ze naar een internaat. Dat is in die tijd voor kinderen van ouders met een goed inkomen heel normaal. Anniek gaat van 1934 tot 1936 naar het pensionaat Marienburg in Bussum en rondt daar bij de zusters haar lagere school af. In 1935 verhuist de familie naar Koninginneweg 11, waar vader kantoor aan huis heeft. Aniek komt daar ook weer wonen en gaat naar de middelbare school. Als goed katholiek doet ze in 1937 haar plechtige heilige communie in de Rozenkranskerk. Als Aniek 18 is, haalt ze op 20 juli 1942 met mooie cijfers haar Mulo-A-diploma. Twee jaar eerder begon op 10 mei 1940 de Tweede Wereldoorlog. Ze merkt dat er in de laatste schooljaren minder lessen worden gegeven en dat er steeds meer leerlingen en leraren verdwijnen. Die zijn joods en worden opgepakt. Of als ze de kans krijgen, duiken ze onder. In het begin gaat het gewone leven nog gewoon door. Maar geleidelijk komt de economie tot stilstand. Vader verdient nog de kost door opdrachten van monumentenzorg. De voedingsmiddelen gaan steeds meer op de bon. Zoals iedere Nederlander vanaf 15 jaar. Koopt Annick voor één gulden een identiteitskaart, het zogenaamde persoonsbewijs, waarop distributiekaarten worden uitgereikt? Ondanks alles lukt het om regelmatig te logeren bij haar vriendin Annemarie in Nijmegen, en ze stuurt via de nog goed werkende post regelmatig brieven naar huis. Na de MULO gaat ze, na een cursus ter oriëntatie op een andere opleiding, werken als kantoorbediende bij confectiebedrijf Gebroeders Konersman. Maar ze neemt na zes weken alweer ontslag. In die periode doet Annick een EHBO-cursus, waarvoor ze in november 1943 slaagt. Een van Annick's vriendinnen, Annick de Liebe, zit bij een verzetsgroep van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, NBS. Ook wel afgekort als BS. Zij spreekt met Anniek over dat EHBO-diploma. Hiermee kan ze onder het mom van Rode Kruisverpleegkundige courierswerk doen. Anniek wordt na een grondige screening opgenomen in de verzetsgroep van commandant Tom Lingers. Ze wordt met drie andere jonge vrouwen ingedeeld als koerierster bij groep Max of Michiel 3 in gewest 10, Amsterdam, district Zuid. NBS-afdeling Strijdend Gedeelte. Die bestaat uit zo'n dertig mannen en tien meisjes, de koeriersters. Annick is snel geliefd bij haar medeverzetslieden. Ze wordt omschreven als vriendelijk, bescheiden, goedlachs, sociaal, charmant. Haar commandant Lingers noemt haar het Franse ding. En ze is altijd bereid om taken uit te voeren. De NBS wordt opgericht in 1944. Koningin Wilhelmina benoemt in Londen prins Bernard tot bevelhebber van dit ondergrondse leger. De leden worden gerekruteerd uit het gewapend verzet en bewakingstroepen. De groep van Aniek krijgt opdrachten binnen de stad. Die houdt zich bezig met het plegen van overvallen op zwarthandelaren en collaborateurs en bij de zichtheidsdienst. Ook regelen ze voedseltransporten. Hun basis is het Vosjesgymnasium aan de Mesgaardstraat 1... waar ze schuilen bij radia's en wapens, munitie, buitgemaakte bonkaarten en levensmiddelen opslaan. De koeriersters hebben bij toerbeurt wachtdienst in een bovenhuis aan het Valeriusplein 40... waar hun verbindingsdienst zit. Bij een binnenkomende opdracht gaat een van de koeriersters aan de slag... In hun rode kruisuniform en met hun rode kruislegitimatie als dekmantel bewegen ze zich ook door de stad in spertheid, lopend of op een fiets met massieve banden. Ze alarmeren, roepen mensen op voor een instructie of actie. Maar ze brengen ook levensmiddelen rond, vervoeren wapens, brieven, bonkaarten, handgranaten, ja zelfs zware kisten met munitie. Jongere broer Jan weet uit voorzorg niets van dit gevaarlijke koerierswerk van Aniek. Ook haar vriend Jack van Bezouw, die ze in het najaar van 1943 leert kennen, weet weinig of niets. Samen gaan ze vaak naar Duitse romantische films die er volop zijn in die tijd. Een van de weinige vrije tijdsbestedingen in de oorlog. Anniek was een echte filmliefhebster, ze hield plakboeken bij van filmsterren en haar slaapkamer hing vol met foto's, herinnert Jan zich. Annick maakt haar relatie met Jack uit. Hij ziet haar na het voorjaar 1944 niet meer. Wel belt ze hem nog een paar keer op om hem te waarschuwen voor een razzia. Die informatie had zij door haar koerierswerk. De oorlog nadert zijn einde en de capitulatie van de Duitsers is nabij... Na de zelfmoord van Hitler op 30 april 1945. Duitsers in Nederland blazen de aftocht, maar sommigen proberen nog stand te houden. Op 4 mei komt er een opdracht tot actie binnen. De sectie moet, indien nodig, de Duitse commandantoor in Amsterdam aanvallen met geweld als zij zich niet overgeven. De verzetstrijders moeten zich verzamelen in het Vosjesgymnasium, waar wapens liggen en instructies volgen. De koeriersters moeten de manschappen waarschuwen. Aniek is thuis en viert in het begin van de avond de naderende bevrijding en drapeert de Nederlandse vlag om zich heen. Later, in de spertijd, als iedereen slaapt, gaat ze op een herenfiets in verpleegstersuniform en met rode kruislegitimatie de boodschap overbrengen naar vier adressen in Amsterdam Noord. Dan slaat het noodlot toe. Op het hekelveld wordt Aniek zonder pardon vanuit een overvalwagen van de grüne politie met machinepistolen neergeschoten. Volgens het in 2010 teruggevonden dagboek van ooggetuige Gerardus Jacobus Buis, die op hekelveld 3 op 1 hoog woonde, ontwaakt hij uit zijn slaap door 15 à 20 schoten pal voor het huis. Aniek is geraakt door vele kogels in nek en rug en ligt met een gelaat al onder het bloed op het trottoir. Is hij dood? vraagt een van de beambten. Een ander belicht met zijn zaklantaarn het lijk, schopt er even tegenaan en antwoordt ja. Dan stappen ze op de auto en rijden weg via Nieuwendijk richting Dam. Annieks lichaam blijft enige uren liggen voordat ze met paard en wagen naar het binnengasthuis wordt gebracht. Zaterdagochtend 5 mei, rond 7 uur, krijgt Annieks familie van een politieagent het vreselijke nieuws te horen. Terwijl de capitulatie een feit is en Nederland de bevrijding viert, zijn familie en vrienden in diepe rouw. Enkele dagen later, op 9 mei. Wordt Anniks lichaam op een bakfiets thuisgebracht, omwikkeld met de Nederlandse driekleur. Op vrijdag 11 mei wordt ze na een plechtige uitvaart met militaire eer begraven in Amsterdam buiten Velnoord. gaat de boeken in als de laatste koerierster die door het toedoen van de Duitsers het leven liet in de Tweede Wereldoorlog. Postuum ontvangt Annik van de Nederlandse staat op 6 november 1981. Het Verzetsherdenkingskruis. Op initiatief van broer Jan en oude oorlogsvrienden van Aniek wordt een monument opgericht. Toenmalig burgemeester Ed van Tijn onthult op 4 mei 1985 op het hekelveld een natuurstenen zuiltje met daarop een bronzen plaquette. In bijzijn van Annieks moeder Germaine, broer Jan, zijn gezin en een aantal leden van haar voormalige verzetsgroep. Het monument is geadopteerd door een groep huidige fietscouriers. Sinds 1999 houden ze jaarlijks een courierswedstrijd met als finish het monument, waarbij twee minuten stilte wordt gehouden. Broer Jan vraagt in december 2010 aan zijn dochter, die is vernoemd naar zijn vermoorde zus en dus ook Annick van Hardeveld heet, of zij hem wil helpen om het verhaal van Aniek, haar leven en dood, op papier te zetten. Dit resulteert in een mooi en lezenswaardig boek met de titel Aniek van Hardeveld, 1923-1945, een persoonlijke familiegeschiedenis.